De Waalkade heeft sinds afgelopen maandag weer een beetje extra groen. Op die dag werd namelijk een aantal nieuwe bomen geplant. De beplanting hoort bij het project van de gemeente Nijmegen om de Waalkade groener en aantrekkelijker te maken. Dat project loopt al sinds 2018. Nu kunnen auto's de Waalkade niet oprijden, maar er zijn wel parkeerplaatsen aan beide uiteinden. Het OV en hulpvoertuigen mogen nog wel over de kade. In 2020 beslist de gemeenteraad of dat bussen over de kade mogen blijven rijden.